vertel eens. Ja, hier is het allemaal begonnen. Ik ben begonnen met handbal toen ik 4 of 5 jaar oud was. Voor MNG Optimo gespeeld, hier op dit veldje, Hoogboete. Vervolgens ben ik in 2012 naar Vlug en Lenig in Geleen gegangen. Heb ik toen een aantal jaar gespeeld. En vanuit Vlug en Lenig Geleen ben ik naar Venlo gegangen. Daar heb ik in de Eredivisie gespeeld, 2 jaar. En toen ben ik naar Denemarken verhuisd. Heb ik mijn eerste club, Sunderjyske, gespeeld. 2 jaar, ook daar. En nu dit jaar, mijn eerste jaar in het hoogste niveau, de HTH-liga, in Denemarken ook. En wie bevalt het dan in Denemarken? Hartstikke goed. Ik woon er dan nu 3 jaar en ik heb er echt wel mijn plekje gevonden. Ik spreek de taal al redelijk goed, dus het voelt wel heel erg als thuis. Kun je ze nog terug, ooit dingsten? Lastig te zeggen natuurlijk. Ik heb mijn vriend ook daar wonen. Dus waar we uiteindelijk terechtkomen, dat weet ik niet. Maar ik zou niet zeggen dat ik niet thuis kan komen, maar het zou zoeken in de zin dat ik daar blijf wonen. En stel, het gaat nu goed daar in Denemarken. Zien er nog andere ambities? Op dit moment heb ik natuurlijk mijn eerste jaar in het hoogste niveau. Ik hou mijn ambities altijd een beetje kleiner. Op dit moment wil ik gewoon een vaste waarde in het team willen, een goed niveau doorspelen. En uiteindelijk voor een echte topclub in Hongarije spelen, dat zou natuurlijk hartstikke cool zijn. Maar voor Denemarken vind ik op dit moment mijn doelstelling. De moest dan nog veel leren, begreep ik. Precies, ja. Daar gewoon voor eerst voor en dan al zin voor wel weer verder. Maar wie mag je me dat voorstellen? Zit je dan met meerdere keepsters? Wie steert zich daar in de pick-order, zeg maar eigenlijk? Nu kom ik natuurlijk als nieuweling kieken op het hoogste niveau. Dus dan steeds wel weer een beetje gaat onderaan. Maar ik speel met een andere keepster dan, voor ze met z'n tweeën. Allebei dezelfde leeftijd, dus het is eigenlijk al gelijk. Dus degene die goed zijn best deed, die mag op doel staan. Ja, goed, maar het is in handbal altijd, dat is in altijd 2 keepers of keepsters in een team, hè? Ja, dat klopt. Altijd met z'n tweeën. Meestal in ieder geval. Trainers, hebben die een grote invloed op hun carrière, te ja of te nee? Wie moet je me dat voorstellen? Zeker weten. Ik vind het in ieder geval gewoon wel. Trainers die zorgen dat ze beter worden. Niet alleen op het handbalveld, maar ook mentaal, vind ik. Dus toen was van iedere trainer weer wat anders. En dan heb ik er toch wel een aantal gehad in Nederland en in Denemarken nu. En van iedereen leert ze weer wat anders. Dus je hebt voorbeelden van trainers die misschien bekend zijn? Ik heb getraind met Richard Curfs, bij Venlo. Mirjam Steins heb ik op de handbalschool nog met getraind. In Denemarken was Olivera Ketchman een van de grotere trainers ook. Iedereen weer op zijn andere manier, maar allemaal hele goede trainers. Ja. Robert Nijdam, moet van niet vergeten, handbalacademie ook. Marley Mente als keeperstrainster. Oké, maar maakt ze nog een groot verschil als ze trainers bij een club of op nationaal niveau in een nationaal team? Nu heb ik natuurlijk een nieuwe bondscoach gekregen. Daar heb ik natuurlijk 1 keer met geprobeerd te trainen. Is heel anders. Sowieso is het wel leuk om weer even Nederland met Nederlandse meiden te trainen. Niet alleen voor de trainers, maar ook voor het team zelf. Dat ze net gemakkelijker communiceert en gaat beter met elkaar kunnen praten, zeg maar, in het veld. Maar moet je me dat voorstellen? Hebben ze in Denemarken een speciale keeperstrainer of niet? Of ja, wel of niet? Sorry. Bij de club voor een keeperstrainer, ja. Dus we hebben een hoofdtrainer, een assistenttrainer en dan de keeperstrainer. En de keeperstrainer houdt zich eigenlijk gewoon met ons bezig. Dus dat is eigenlijk onze eerste contactpersoon, ja. Ik neem aan, bij de nationale teams, heb ze ook een specifieke keeperstrainer? Op dit moment heb voor de laatste stage worden geen specifieke keeperstrainer. Maar toen heeft Harry Weerman eigenlijk heel veel van dat gedeelte op zich genomen. Dus dat was ook wel leuk. Oké, stel dat handballen, ja, dat is natuurlijk leuk en spannend. De ambities die lagen toch, ik heb tenminste gelezen dat de ambities toch ooit bij een Europese topclub lagen. Wie lang gist zich daar zelfs een tijd voor? Een lesgevraag. Zoals gezegd, ik hou mijn ambities altijd een beetje gaat kleiner. Ik zou het wel leuk vinden om een keer nog in een Hongarije of zo te spelen. Maar op dit moment wil ik echt alleen op Denemarken blijven inzetten, zeg maar. Dus daar heb ik nog heel lang de tijd voor om nog te verhuizen. Goed, je bent nog vrij jong. Nu stelt dat dadelijk een onvermijdelijke ding, soms een blessure. Wat heb je maatschappelijk nog achter de hand als dat zou kunnen gebeuren? Ja. In Nederland heb ik fysiotherapie gestudeerd. Ben ik toen helaas met moeten stoppen toen ik verhuisd ben. En op dit moment ben ik eigenlijk aan het plannen om verpleegkundige op te nemen. Om eigenlijk een beetje een basis door op te maken en uiteindelijk verder te bouwen. Nee, voor het handballen vind ik het lastig om echt een volledige studie te doen. Maar ik heb altijd een bandje in de zorg erbij gehad. En nu komend jaar wil ik met verpleegkundigen gewoon starten. Is er een bepaald doel voor gesteld? Wie lang of niet?
Niet specifiek, nee. Ik laat het eigenlijk gewoon een beetje komen zoals het is. En ik wil tot nu toe heel erg op handbal inzetten. En mocht dat niet lukken, dan zien we dat dan ook wel weer. Heb ze nog een bepaalde voorkeur? Of als ze zegt van oké, ik heb die en die en die trainers gehad. Is er nog een bepaalde voorkeur? Of zegt ze van daar heb je toch wel echt het meeste van opgestoken? Ik zou niet meteen een voorkeur hebben. Nee. Ik vond alle trainers eigenlijk wel leuk op zijn eigen manier. En zoals ik zei, iedereen leert zich weer het anders en heeft een eigen manier van aanpak. Maar geen specifieke voorkeur, nee. Ik heb nog even een vraag over Vreuger. Wat is de invloed van de ouders op die carrière geweest met brengen en dat soort dingen? Heel erg groot, ja. Ik denk dat ik zonder mijn ouders niet wou hoe ik nu op dit moment zou zien. Vanaf de jeugd dat ze overal met me heen rijden naar handbalscholen in Gelen, naar Sittard, uiteindelijk ook naar Venlo dan om te trainen. Dus dat ik altijd wel papa of mama's maatje bij me in de auto heen, dat het gezellig wordt. En uiteindelijk ook nu in Denemarken, dat ze er toch wel iedere toeswedstrijd bij zijn en die 8 tot 9 uur gewoon rieën om mij toch aan te moedigen en ja, samen te kunnen zijn. Dus mijn ouders hebben, en niet alleen mijn ouders, ook mijn hele familie hebben een hele grote support, ja. En die handbalgenen, komen die ook daar vandaan of niet? Ik denk het eigenlijk niet. Vooral waar mijn oma heeft gehandbald en mijn tante, maar mijn ouders allebei niet. Dus nee, dat niet. De oma wel, en heeft hij ook op niveau gehandbald of alleen maar in de regio? Nee, volgens mij alleen in de regio, zodat ik weet. Nee, dus geen handbaltalent in de familie in deze zin. Oké, en wat zien de ambities met Horstens dit jaar in Denemarken? Ja, we hebben nu 5 wedstrijden gespeeld. Helaas nog geen punten gepakt. Het is altijd lastig om in zo'n nieuwe liga te beginnen. Maar ik ben er zeker van dat we binnenkort wel echt wat punten gaan pakken. En dan is het doel gewoon om in de liga te blijven dit jaar. En qua keepsters, heb ze daar nog een bepaald voorbeeld? Als ze zegt van dat niveau zou ik willen horen, of een bepaalde naam. Moest ze zich met wel eens vergelijken? Eigenlijk niet, die vroeger wordt vaker gesteld. Maar nee, ik hou het eigenlijk gewoon op mezelf. Want dan pak ze in de eigen stijl op. En natuurlijk kijk ze wel naar anderen wat die doen. Maar in deze zin blijf ik gewoon bij Claudia. Maar dan zegt ze van oké, je wil toch straks denk ik, terwijl het hoogste niveau bereiken. Dat wil toch iedere sporter, denk ik, of niet? Ja, zeker weten. Zeker weten. Maar Laura Robben en de naam zet ik tegen. Dat is een van de bekendste Nederlandse keepers in mijn optie nooit van gehuurd. Zeker weten. Laura deed op dit moment de handbalacademie ook. Op dat jaar ben ik toevallig naar Denemarken gevoerd, dus ik heb niet met haar getraind. Maar de naam ken ik zeker wel.